Wie regelmatig in het centrum van Nijmegen komt, is vast wel eens een verward persoon tegengekomen. Het aantal hiervan neemt namelijk toe en daarmee ook de overlast. Ook in het stadhuis wordt hier inmiddels over gesproken. Burgemeester Bruls benoemde in zijn nieuwjaarsspeech dat het aantal meldingen van verwarde mensen toeneemt. En dat deze meldingen omlaag moeten. Dit jaar, dus 2023, kreeg de Nijmeegse politie hier in Nijmegen alleen ruim 2300 meldingen over. Dat zijn er gemiddeld 6 per dag. Maar hoe zien deze meldingen eruit? En wat kan eraan gedaan worden? Eigenlijk alle burgers van Nijmegen die hulp nodig hebben en die nog niet krijgen, daar gaan wij op af. Wij gaan zowel over overlastgevende meldingen, maar ook over zorgmeldingen. Dat zijn mensen die geen overlast geven, maar die wel zorg nodig hebben en die ze nu niet hebben. Dus voor beide zien we daar een toename van. Nou, het is vooral een prikkel om door te gaan met daar waar we mee bezig zijn. We werken in veel samenwerkingsverbanden met verschillende instellingen als netwerkpartner. De oplossing voor een beter netwerk is intensiever samenwerken met elkaar. Als professionals onderling, maar zeker ook bijvoorbeeld met mensen die dichter bij de patiënt staan, is eigenlijk alle mensen die we kunnen betrekken om de situatie te verbeteren, die betrekken we in zo'n netwerksamenwerking. Maar valt het een Nijmegenaar ook op dat er een stijging is van meldingen van verwarde mensen? Ik merk wel dat toeneemt de afgelopen jaren. Was het ons wel opgevallen, ja. Maar nu op het moment, misschien is het te koud, dat er minder mensen op straat zijn. Dus nee, de laatste tijd niet. Nee. Ik vind wel dat het iets toegenomen is, maar ook vooral mensen die geld willen. Die langs de rand zitten, die het koud hebben. In ieder geval als je daar bij de Albert Heijn, bij het oude gymnasium, daar zie je het regelmatig. Ik vind wel dat daar iets aan gedaan moet worden. Die moet je sowieso die isoleren op de een of andere manier of ergens naartoe halen. En dan vragen wat er aan de hand is en dan kijken waar ze terecht kunnen in een of andere instantie. Ja, ik denk uiteindelijk dat er toch meer aandacht vanuit GGZ of zo zou moeten komen om die mensen toch beter te begeleiden.